Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum allemaal, welkom bij een nieuwe Issa podcast aflevering. Mijn naam is Brahim, ik ben jullie host van vandaag, samen met Mohammed. Mijn naam is Mohammed, ik zit naast Brahim vandaag. En vandaag hebben wij een bijzondere gast. Ilyas El-Hadiwi, hoe is het? Goed. Ja? Zit het goed? Fijn om onder jullie te zijn. Zeker. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ja, op de VU ook. Geen onbekend terrein voor nee, jou? Nee, geen onbekend terrein. Ja. Ilyas, je bent wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar geef je de vakken Stadssociologie van Onderwijs en Opvoeding en Wetenschapsfilosofie. Je bent programmaleider van de Transformatieve School. Daar gaan we zo wat dieper op in. Onderzoeksleider van het onderzoeksprogramma Transformaties in Grootstedelijk Onderwijs hier aan de VU. En je bent lid van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan voor de regering op het vlak van onderwijs. Mashallah. Dat is een korte beschrijving van waar je zoal mee bezighoudt. Je vertelde me net dat jouw dochter vandaag haar eerste schooldag heeft gehad. Op de basisschool, je dochter van 4. Hoe ging het? Het afzetten van je dochter, hoe ervaarden ze het? Vorige week heeft ze zo'n wenweek gehad. Oké. Okay. Dus dat is een soort van overgang van peuterspeelzaal naar het eerste echte moment. En het was wel even pittig. Ik heb haar zelf afgezet. Ja. En ik heb ook wel de klas ingedragen. En gedragen? Maar ze was al vrij snel afgeleid door iets van een ring of zo. En zo zijn kinderen ook. En dan zijn ze het in één keer vergeten. Toen ben je er tussendoor geglipt. Ja. Wat meteen de vraag opwekt, hoe zag jouw eerste schooldag eruit? Naar welke basisschool ben je toegegaan? Kan je ons wat vertellen over jouw verhaal? Nou, ik heb zelf, ik ben geboren en getogen in Maassluis. Dat is een klein stadje in de omgeving van Rotterdam. Ik kan me herinneren dat ik naar 3 basisscholen ben gaan in totaal. Dat had te maken met fusies en andere, okay. Andere zaken. Er is me niet heel veel bijgebleven van de onderbouwperiode, in alle eerlijkheid. Maar wel heel veel van groep 7 en 8. Oké, okay. Waarom groep 7 en 8 specifiek? Dat had enerzijds te maken met dat ik naar de derde school ging. Dus dat was echt een andere locatie ook. Ja. En ik had ergens, en in mijn geheugen zit er een soort van idee dat het toen voor het EGI was. CITO komt eraan. CITO-toets. Dus alles wat meer onderwijskundig van aard is, dat ging toen spelen. In groep 7 en 8. En een andere ervaring die ik heb gehad was dat ik toen eigenlijk ook ontkoppeld werd van de jongens met wie ik ook in de buurt omging. Maar die zaten niet op die derde school waar ik naartoe ging. Ja, die zaten met jou op de tweede school en op een gegeven moment heb je... Ja, het werd steeds minder. Dus de eerste basisschool, dat was echt gewoon in de buurt. Ja. Nieuw Armstrong school, die bestaat niet meer. En de tweede basisschool, daar ging al wat vrienden mee. Maar bij de derde was ik echt alleen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat soort samenkomst, dat eigenlijk het samenkomen van die twee situaties, dat misschien meer de herinnering heeft. En op een gegeven moment heb je de stap gemaakt naar de middelbare school? Ja. Ben je in Rotterdam naar de middelbare school geweest of in Maassluis? Nee, het was de eerste 2 jaren waren in Maassluis en de jaren daarna waren in Vlaardingen. Het was het christelijk scholengemeenschap Aquamarijn. Oké. Okay. Maassluis heeft een ontzettend sterke, meer protestants-christelijke traditie. Dus ik kan me ook niet herinneren dat er niet-christelijke scholen in Maassluis, tenminste VO-scholen in Maassluis waren toen de tijd. Kijk, we komen er straks over te spreken als het gaat om switchen en klimmen. Maar het was 6 jaar lang switchen en klimmen. Kan je voor de luisteraar die aan het luisteren is en niet weet wat switchen en klimmen betekent, even kort een definitie geven? Titel van een nieuw boek en het gaat over hoe kinderen, jongeren, leerlingen eigenlijk voortdurend switchen tussen verschillende leefwerelden van thuis, school en de vriendengroep. Ja. En hoe dat er soms ook toe kan leiden dat je meer of minder klimt op de metaforische schoolladder. Zeg maar. Want hoe zag thuis en jouw vriendengroep eruit? Kijk, wat ik me kan herinneren is dat de VWO-periode, want dat speelde daar veel meer een rol, omdat ook de puberteit natuurlijk binnendringt. Dat niet alleen te maken met het feit, niet alleen met etnische achtergronden. Hè? Dus dat eigenlijk de VWO-klas nagenoeg autochtoon Nederlands was. Dat was een ding. Het tweede punt was dat natuurlijk levensbeschouwelijk, religieus is er een andere dimensie. Ja. Maar ook sociaal-economisch. Ik kan me nog heel goed herinneren dat de overgrote meerderheid van mijn medeleerlingen die hockeyden bij Evergreen en tennis en dat soort zaken meer. En ik hield gewoon hartstikke van voetbal. Dus het betekende voor mij vooral dat, en ik weet nog dat in de onderbouw, de eerste 2 jaren, zaten we ook op een brede school. Dus je had MAVO, VBO heette dat toen. En MAVO, HAVO, VWO, allemaal op 1 locatie. Ja. Dus ik had daar nog al die vrienden en bekenden, zeg maar, uit de peergroep, uit de buurt.
Maar in de overgang naar 3 VWO en dus ook naar Vlaardingen, andere stad, andere omgeving, was dat te veel minder. En eigenlijk werd daardoor de noodzaak om na te denken over wie je bent. Dat ben je toch al aan het doen in de puberteit. Ja. Want je bent tegen die tijd toch al inmiddels 14, 15, 16 aan het worden. Dat werd ook versterkt door eigenlijk de sociale omgeving. En als we daar wat dieper op ingaan, op dat switchen. Je hebt dus onlangs inderdaad een boek uitgebracht, samen met het onderzoeksteam hier aan de VU. Ja. Genaamd Switchen en Klimmen. Kun je kort uitleggen waar het boek over gaat? Nou, ik beschreef net de situatie van een Maassluis en Vlaardingen. Nou, en dan heb je eigenlijk nog een situatie dat 1, 2, 3, 4 leerlingen, dus de minderheid van de leerlingen, eigenlijk te maken hebben met een sociologische realiteit. Dat je erachter komt dat je allerlei verborgen sociale codes hebt. Dus eigenlijk omgangsvormen, manieren van doen, handelen en denken, die anders zijn in de 3 leefwerelden. Nou, en dat hoeft totaal geen probleem te zijn. Want heel veel kinderen, jongeren, studenten ervaren dat als een verrijking. Dus bij hen is het idee van, nou, het is anders en daarmee een asset. Het is een toegevoegde waarde. Ik heb meer dan anderen die in een monocultuur opgroeien. Nou, het boek gaat eigenlijk over een grootstedelijke omgeving. En daar zie je dat de situatie niet erin is dat de minderheid van de leerlingen echt heel erg bezig zijn met die zoektocht en dat switchen. Maar de overgrote meerderheid van de leerlingen. Omdat er superdiversiteit is in de grootstedelijke omgeving. Wat is superdiversiteit? Nou, superdiversiteit betekent eigenlijk, is een concept ontwikkeld in 2007. Een groot Amerikaanse denker, Steven Vertovec. En die zag op dat moment aankomen dat er in een aantal grootstedelijke omgevingen in de wereld, niet alleen Amsterdam, Rotterdam, maar ook Toronto, Chicago, dat er een soort van demografisch kantelmoment zou gaan ontstaan. En dat hangt samen dus met een enorme toename in de culturele diversiteit. Maar dat ging samen met de afwezigheid van een meerderheidsgroep. Dus Vertovec was heel erg bezig met de vraag, wij weten al heel lang in de sociologie hoe processen van burgerschap werken in een wereld met een gevestigde meerderheidsgroep. Bedoel je dan zeg maar dat de minderheid die wij dus kennen eigenlijk, het wordt vaak gebruikt, het woord minderheidsgroepen, dat die op een gegeven moment de overhand nemen op de meerderheid, waardoor er alleen maar minderheidsgroepen bestaan en er eigenlijk geen meerderheidsgroep meer is? Precies, er is een stad vol minderheden. En dus moet iedereen gaan switchen op een gegeven moment? Dus moet iedereen gaan switchen en klimmen, want die schoolse context blijft wel natuurlijk constant. Ja. Die is van iedereen, theoretisch. En het switchen is dus op een gezonde manier goed presteren in de omgeving waar je zit. Dus thuis, op school en je peer group. Dus de mensen aan wie je relateert, je vriendengroep, noem maar op. Ja. En op het moment dat een persoon in staat is om dat goed te doen, om die goed in balans te houden, dan is die persoon goed bezig met switchen. Ja. Jouw onderzoek en klimmen inderdaad. Want hoe zou je het klimmen op de ladder definiëren? Nou, dat is een goede vraag. Om die nog even toe te lichten, je hebt dus het metafoor van de ladders bij die drie groepen. Ja. Je hebt dus de peer group, daar is een ladder. Je hebt de thuiscultuur, daar is een ladder. En je hebt de schoolcultuur en daar is een ladder. En het klimmen op de ladder, daar ben ik dus benieuwd naar. Hoe definieer je dat? Ja, dus dat kun je heel eng definiëren als studiesucces. Dus haal je gewoon de punten, de cijfers en een diploma en dat soort zaken meer. Maar je kunt hem ook veel breder definiëren. Je ziet bijvoorbeeld dat een van de vooraanstaande Nederlandse onderwijspedagogen, Gert Bista, die heeft 3 dimensies aangegeven. Die heeft over kwalificeren, nou, dat is het punt wat ik net al aangaf. Dus kennis opdoen, studiesucces. Maar je hebt ook wat hij noemt socialiseren. Dus dat betekent dat je eigenlijk op school klimt op de ladder doordat je de codes, en anderen noemen dat normen en waarden, maar dat is een beetje een vervuild begrip, eigenlijk herkent en erkent en dat je die snapt en voelt en dat je die kunt gebruiken binnen die setting. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat stel je voor dat je op de andere 2 ladders laag blijft, thuis en in de peer group, maar je snapt de codes op school en je klimt op die ladder, dan is dat een vorm van klimmen en socialisatiesucces, zeg maar. Ja. En de derde dimensie die hij beschrijft is die van persoonsvorming. Ja, dat is een heel erg ongrijpbare realiteit. Dat heeft vooral te maken met wat gebeurt er in het binnenste van een leerling. Heeft de leerling zelf het gevoel dat hij aan het klimmen is? Want het is theoretisch heel goed mogelijk, sterker nog, dat gebeurt iedere dag in al die lessen, dat er heel veel kinderen klimmen, cognitief, doordat ze kennis opdoen, maar eigenlijk emotioneel niet. Dus het doet ze niet zoveel. En heeft dat dan te maken met omgevingsfactoren? Met factoren bijvoorbeeld hoe de leraar omgaat met de leerling? Of heeft dat te maken met juist die andere ladders? Dus bijvoorbeeld zijn thuisladder of zijn peergroep ladder. Dat die op een of andere manier beperkt wordt door op de schoolladder te klimmen. Heeft dat ermee te maken? Of? Ja, je legt daar precies het pijnpunt weer. Dus je hebt die buitenschoolse wereld die komt binnen.
En dat is voor die docent natuurlijk ook een uitdaging, hè? Want die heeft... Dus je kunt zeggen dat een docent in sommige gevallen prima een geloof in eigen kunnen heeft buiten de grote stad, qua lesgeven. Maar lesgeven in een grote stad, dat is een andere aangelegenheid. Want hoe verschilt de grote stad van de omgevingen buiten de grote stad? Ja, dus op dat punt. Eigenlijk het hele idee dat niet de minderheid, maar de meerderheid van de leerlingen voortdurend bezig zijn met die identiteitszoektocht. En dat betekent ook een soort van in een wereld waarin we nu een soort van zapcultuur, een beetje als snelle switchcultuur, ook op dat vlak, kunnen leerlingen dus ook in een klaslokaal bepalen, als ze met 18 leerlingen zijn, dat ze op dit moment eigenlijk geen zin hebben om te klimmen op die schoolladder. En dat die andere ladder even aantrekkelijker is. En die ladder is de peergroup ladder. Ja. En in de grootstedelijke omgeving is dat vaak de straatcultuur. Ja. Ja. Eigenlijk je hebt zeg maar die straatculturele context heeft verschillende lagen, maar ja. Het zijn eigenlijk urban jeugdculturen. Ja. Die zie je over de hele wereld, zie je dat eigenlijk in de grote steden dat die zich ontwikkelen. Ja. Zie je ook in de Franse grote steden. Dus als je 18 leerlingen in een klaslokaal hebt en je hebt één docent en de docent wil dat we met z'n allen gaan klimmen op de schoolladder. Precies. En de leerlingen die hebben daar even geen zin in. Ja. En willen op de urban ladder klimmen. Wat doe je dan? Precies. En dat is waar jouw onderzoek naar doet. Je bent dus onderwijssocioloog, maar ook pedagogisch actief. Je bent zelf ook wetenschappelijk docent. En waar jij dus eigenlijk onderzoek naar doet is, als er een mismatch is tussen die ladders. Je hebt die drie ladders. Dus je hebt thuis, je hebt school en je hebt de peergroep. En er is een mismatch. Wat maakt dat sommige personen in staat zijn om dat succesvol te combineren en te blijven klimmen op al die ladders? En dat roept natuurlijk de vraag op, oké, wat zit daarachter? Ja. Wat ben je daar wijzer uit gekomen? Kijk, wat je allereerst ziet is dat heel veel scholen dit vraagstuk proberen te tackelen door een betere didactiek toe te passen. Dat is even uitgelegd te worden. Mm-hmm. Kijk, voordat je docent wordt in Nederland, leer je eigenlijk op de leraaropleiding heel erg veel over activerende werkvormen en kennisoverdracht. En hoe doe je dat? En hoe gebruik je een smartboard? En dat soort zaken. Nou, buitengewoon belangrijke dingen. Maar wij maken binnen dat programma van de transportieve school, dus als ik docententeams begeleid, zeg maar, dan stel ik altijd dezelfde vraag. Dus als ik zeg van, als we nu naar een lessituatie kijken en we zien dat sommige kinderen niet klimmen op de ladder. Welk gedeelte daarvan wordt veroorzaakt doordat ze het cognitief gewoon niet snappen? Mm-hmm. IQ is daar heel belangrijk. Kijk, op het moment dat er gebrek is aan woordenschat, noem maar even iets, dan kun je dat bijspijkeren. Ja. En dan is dat hele didactische natuurlijk heel belangrijk en heel essentieel. Wat houdt het didactische in? Dus werkvormen, de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden. Hoe de docent lesgeeft. Die lessituaties, die filmen wij ook. Hè? En die pellen we dan af. En dan vragen we ook van, welk gedeelte wordt veroorzaakt door allerlei identiteitsachtige zaken? Ja, want wat nog even goed is om uit te leggen. Jij bent dus programmaleider bij de Transformatieve School. En dat is dus een programma waarbij je docententeams helpt om met deze vraagstukken om te gaan. Precies. En vanuit die hoedanigheid doe je dus ook onderzoek daarnaar. Ja. En film je dus ook de klassituaties en geef je de docent feedback. Precies. En laat je ze nadenken over waar ze dus mee bezig zijn. Dus wat we bouwen gewoon eigenlijk voort op allerlei gevestigde wetenschappelijke theorieën. Ja. Alleen die maken we zo toegankelijk voor docententeams, ook qua taal en qua inzichten, dat het eigenlijk heel praktisch is. Ja. Als we terugkomen op die vraag van wat heeft nou te maken met cognitieve issues, daar helpt een didactiek heel erg goed op. Maar het identiteitsstuk, dus op het moment dat leerlingen eigenlijk aangeven van ik voel me niet veilig genoeg om te klimmen op die ladder. Van wie is die ladder eigenlijk? Wat blijft er van mij over als ik ga klimmen op de ladder? Dan hebben we het over de schoolladder. Ja, de schoolladder. En dat is natuurlijk een totaal andere aangelegenheid. Dat gaat over identiteit, over emotie. En daar heeft een docent dus een andere strategie voor nodig dan het didactische. Ja. Want wat ik heel interessant vond, bij een van je presentaties gaf je aan dat de schoolcultuur of de schoolladder wordt vaak door feminine kenmerken gekenmerkt. Maar de peergroupcultuur, die urban cultuur, die straatcultuur, daar is het macho-masculine is daarin heel belangrijk. Ja. Dus wat doe je op het moment dat botst met elkaar in een klaslokaal? Kan je daar wat meer over vertellen? Want stel dus dat je een leerling hebt in een context die wil klimmen op die schoolladder, maar die zich tegelijkertijd afvraagt, ja, maar wat doet dat dan met mijn imago bij mijn peergroups? Ja. Hoe match je dat? Kijk, dat onderscheid is natuurlijk niet biologisch van aard, hè? Maar het is natuurlijk feminien, dus het is antropologisch. Dus je hebt eigenlijk de meer zachtere codes, zoals zelfreflectie, zelfexpressie, zelfontplooiing. Maar als ik die woorden uitspreek, dan hebben al heel veel jongens, wij weten bijvoorbeeld nu dat vooral de jongens in de grootstedelijke omgeving, daarvan is de afstroom op HAVO, VWO, gymnasiumlocaties. Dus van de 100 jongens die zeg maar in de brugklas starten,
en je gaat kijken naar wie haalt uiteindelijk een diploma of de bovenbouw, dan is dat soms maar 50%. Het gaat hier vooral om de interactie tussen gender en etnische achtergrond. Dus de autochtone meisjes doen het best. Vervolgens heb je de biculturele meisjes en de autochtone jongens, in die volgorde. En dan heb je volgens de biculturele jongens. Nou, en die jongens komen wel binnen met enorm overdreven hoge CITO-toetsscores. Buitengewoon intelligent, IQ-technisch, hè. Maar hebben misschien ook onderweg in dat switchen en dat klimmen het gevoel dat ze een deel van hun identiteit kwijt moeten raken. Of kunnen niet helemaal chocola maken van wat er van hen verwacht wordt. En dat betekent dus dat ze eigenlijk ondanks hun IQ afstromen. Is dat gevoel terecht? Een van de eerste lessen die we leren binnen sociologie, hè, mijn eigen leermeester Willem Schinkel in theoretische sociologie, die gebruikt dat. Hè. If men define situations as real, they are real in their consequences. Dus is het echt, kijk, als zij tussen de oren dat gevoel hebben, dan is het in hun werkelijkheid echt. En dan gaan zij ook gedrag daarop aanpassen. Dus ze gaan bijvoorbeeld stoer gedrag vertonen om toch wat te laten zien van, ik stel toch wat voor, hè, op die andere ladder. Ja. En ze doen dat binnen de school. Nou, dan worden ze gesanctioneerd binnen de school. En wat doet dat? Stel dus dat je inderdaad probeert te compenseren door te klimmen op de masculine ladder. En een docent geeft jou daar een straf voor. Wat doet dat met de psyche van zo'n leerling die al moeite heeft, zeg maar, om die ladders te balanceren? Ja, dat is eigenlijk de kernvraag. Dus stel je voor dat je met de oude taal dat probeert te analyseren. Dan heb je een situatie als iemand vertoont overlastgevend gedrag. Ja. Iemand is gedemotiveerd. Nou, dat soort zaken meer. Oh, we hebben dan volgens schoolregels, die zijn overtreden, dan gaan we handhaven. Nou, die taal is bekend, hè? Ja. Dit is de, zeg maar, wij noemen dat... Veroorzaakt onrust, leidt anderen af, noem maar precies. Op. Precies. Ja. En wij noemen dat in het team de 1.0 taal. Okay. Dus dat is zeg maar, nou, en die taal is onderdeel van het probleem. De taal gangbaar op scholen binnen professionele culturen. Ja. En dat is heel binair, want dat betekent dus, nou, kijk, ten eerste, er is niet altijd sprake van demotivatie. Maar wat doet het in de praktijk? Nou, wij werken heel erg met een concept wat we geleend hebben vanuit de neuropsychologie. Dat is sociale pijn. Dus dat betekent dat is dat vervelende gevoel dat je niet er helemaal bij hoort. Hm. Of dat je het niet helemaal snapt in de groep. Of dat je uitgesloten wordt uit een groep. Nou, en wij zien dat dag in dag uit in die lessituaties, dat die jongens met een hoog IQ in dat switchen eigenlijk ook veel sociale pijn opdoet. Want het blijft niet alleen bij het klaslokaal. Wat er ook plaatsvindt is dat men thuis ook een bepaalde verwachting heeft. Dus wat doe je op het moment dat iemand bijvoorbeeld die peergroep codes meeneemt naar de woonkamer? Dan kan die ook rekenen op, in sommige thuisculturen, op sancties. Je bent 14, 15, 16 en je bent hoog intelligent. Nou, hoe ga je daar chocola van maken? Nou, sommige leerlingen kunnen dat heel goed en andere minder. Wat ik dan wel interessant nog even vind, is die sociale pijn. Hmm. In hoeverre raakt dat aan de etniciteit? Kijk, etniciteit is, Willem Schinkel noemt dat een zombie-categorie. In principe is dat een dode categorie. Die leeft niet, maar die kunnen we wel tot leven brengen. Dat moeten we ook uitleggen. Kijk, veel van deze zaken hebben te maken met de sociaal-economische achtergrond van kinderen. Of de pedagogische achtergrond. Of de culturele achtergrond. En nog een aantal andere zaken meer. Persoonlijkheidskenmerken. Maar op scholen zie je dat gebeurt in de grote steden trouwens steeds minder. Omdat je te maken hebt met superdiversiteit. Hè. Je weet niet zo goed meer welke etnische label nou je nu moet pakken. Maar vooral in middelgrote steden. Dus steden als Gouda, Zoetermeer, Amersfoort. Daar zie je dat nog heel erg veel plaatsvinden. Is veel professionals grijpen dat etnische eigenlijk aan omdat het een soort van gemakkelijke taal is om het over die andere dingen te hebben. Dus ze bedoelen eigenlijk, oh ja, er is een mismatch. Er is iets, die sociaal-economische status en al die zaken meer. Maar het wordt eigenlijk heel snel geëtniseerd. Dat is een serieus probleem. Want alle kinderen die etnische achtergrond hebben, maar die niet die kenmerken hebben die hen tot sociale pijn brengen, ja, die worden natuurlijk automatisch meegenomen in die slipstream. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het vraag. Want ik ben dan opgegroeid in Leeuwarden. Daar heb je nog heel erg. Daar is nog heel veel sprake van een meerderheid en een minderheid. Daar is geen sprake van superdiversiteit. Op een gegeven moment krijg je wel dat docenten bijvoorbeeld, die kwamen dan letterlijk naar mij toe. Ik was dan een coördinator bijvoorbeeld van het VMBO. En daar had ik dan een goede band mee. Hij gaf me dan geschiedenisles of weet ik veel wat. En dan kwam hij naar me toe, naar de les. En dan zei hij van, hey, hoe komt het nou eigenlijk dat jij het wel goed doet?
terwijl die Marokkanen het bijvoorbeeld minder doen. Dus dan wordt het door de docent heel erg gekoppeld aan etniciteit. Maar vanuit de benadering die je zojuist schetst, is dat dus eigenlijk niet helemaal. Heeft dat misschien te maken met de onkunde van de docent? Nou, kijk, volgens mij is het een ontzettend herkenbare situatie. Hè? Dus wij maken het onderscheid in die bijeenkomsten tussen nobele intenties en improductief gedrag. Dus veel docenten hebben, veel leerlingen ook, nobele intenties en willen met elkaar eigenlijk dat gesprek voeren. Dus het feit dat die docent dat tegen jou zegt, geeft eigenlijk weer dat hij zich veilig genoeg voelt bij jou om dat te zeggen. Dus eigenlijk heel positief. Alleen op het moment dat jij eigenlijk wordt voorgesteld de statistische outlier te zijn binnen de etnische categorie, hè? Dus zeg maar het afwijkende projectiel, wat moet nu gaan beargumenteren waarom de rest niet zo is, zeg maar. Ja, daarmee wordt in één keer een enorme verantwoordelijkheid op jouw schouders geplaatst. Ja, en ook een soort van stempel toch, dat je toch het gevoel hebt, het is heel apart, maar dan heb je toch het gevoel van, hey, je hoort er niet helemaal bij. Ik doe zo mijn best of ik doe totaal niet onderaan de rest. Ik doe het misschien zelfs beter. Ja. Maar alsnog krijg je even die stempel. En het is ook als je er wat langer over nadenkt. Wij komen dat ook veel tegen, hè? In die lessituaties. Je ziet ook soms dat docenten te gewichtige thema's droppen op 14, 15, 16-jarige jongens en meisjes die volop bezig zijn met identiteitsontwikkeling. En je geeft nu dat voorbeeld, maar er zijn vele voorbeelden die daar eigenlijk... En die soms hen pushen, die leerlingen, om een soort van loyaliteitsconflict te krijgen tussen de verschillende leefwerelden ook. Hè? Bij wie hoor ik? Is dus als ik een soort van binair. Hè? Als ik meer bij thuis hoor, hoor ik minder bij school. Kijk, dat is er feitelijk gewoon niet. Op het moment dat die mindset anders is. En kijk, een van de voordelen van de grote steden, er zijn ook nadelen, maar een van de voordelen is dat in een wereld met superdiversiteit hebben alle leerlingen het gevoel dat ze anders mogen zijn, omdat iedereen anders is. Dus in een wereld van superdiversiteit ontstaat er meer ruimte voor dit soort processen. En wij merken ook dat docenten in Amsterdam in het bijzonder, en Rotterdam ook, maar ook in steden als Den Haag en Tilburg en zo, dat die steeds verder komen in hun proces als het gaat om dit soort situaties. En wat je dus eigenlijk aangeeft, die sociale pijn is niet per se etnisch gerelateerd, maar gaat veel dieper dan dat. Ja. Dus het is pedagogisch, het is de cultuur, noem maar op. Het is intermenselijk. Intermenselijk, inderdaad. En in die grootstedelijke context heb je dus zoveel diversiteit dat niemand eigenlijk meer echt de minderheid is. Wat maakt dat sommige personen wel in staat te zijn om ondanks die sociale pijn te klimmen op die ladders? Dat is wederom een goede vraag. Kijk, daar hebben onderwijspsychologen een mooi begrip voor ontwikkeld. En dat is in het Nederlands heet dat geloof in eigen kunnen. Okay. In het Engels is het self-efficacy. En dat is heel erg interessant. Ze hebben dat onderzocht. En dan zie je dus dat studenten of leerlingen, jongeren met een hoog geloof in eigen kunnen, die klimmen de ladder, blijven de ladder beklimmen, ondanks de sociale pijn. Dus die zeggen eigenlijk het feit dat anderen issues met mij hebben, is het probleem van de ander. Dus eigenlijk zijn ze meer weerbaar. Ja. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En psychologisch is dus ook sterker. En waar wordt die social efficacy door gevoed? Die self-efficacy, die heeft eigenlijk... Die psychologen leren ons dat er vier bouwstenen zijn. Hè? Het belangrijkste is de mastery experiences. Dus dat betekent dat je niet alleen succeservaringen opdoet, maar dat je ook onderweg in de gaten krijgt waarom je die succeservaringen opdoet. Dus we hebben op scholen hebben het over kunnen kinderen leren, maar je kunt ook leren leren. Dat is een andere koek, zeg maar. En leren, dat gaat dus eigenlijk over de situatie dat een kind letterlijk voelt dat je de volgende trede pakt. Dat jij de volgende trede pakt. Dus dat je bewust wordt van jouw eigen competenties en jouw eigen kracht. Nou, en dat komt niet uit de lucht vallen. Mm. Dat zijn gewoon, daar heb je ook role models voor nodig. Daar heb je begeleiding voor nodig. Daar heb je goed docentschap voor nodig. Een andere factor is dat je succeservaringen van anderen ziet. Dus als leerlingen, en zoals we het hier toepassen bijvoorbeeld op jullie studentverenigingen. Nou, jullie gaven dat ook weer, dat je in een vrij snelle periode steeds meer commissieleden krijgt. Nou, er zit ook een ontzettend sociaal-psychologisch effect in. Dus als jullie succes boeken, bijvoorbeeld met deze podcast, dan zien anderen dat. En anderen gaan steeds meer een geloof in eigen kunnen ontwikkelen. Want dat kan ik eigenlijk ook. Nou, terwijl jullie succeservaringen natuurlijk ook groeien.
iedere keer dat je een podcast-interview doet, raak je verder bevestigd in die self-efficacy. En anderen raken bevestigd door hun, door jullie, in hun eigen self-efficacy. Dus je zegt eigenlijk de grootste voedingsbron voor die self-efficacy zijn mastery experiences. Ja. Dus ervaringen waarbij je het gevoel hebt dat je het echt meestert wat je aan het doen bent. Precies. Zou je een scholier of een student die zelf ook worstelt met die sociale pijn aanraden om ervaringen op te zoeken waar je dat ervaart? Of om activiteiten te gaan doen waar je dat ervaart? Dat brengt ons trouwens op een andere discussie tussen neuropsychologen. Okay. Wat is de beste remedie tegen sociale pijn? Ja. En kijk, wat Naomi Eisenberger, dat is de grote vooraanstaande denker op dit vlak, ook voortdurend naar voren schuift, is dat je... Kijk, sociale pijn laat zich niet oplossen door het oefenloos erover te hebben. Alleen praten erover is niet genoeg. Daar ben ik een enorme, daar heb ik ook over gehad. Ik ben een enorme tegenstander van publieke debatten die beginnen met een problematisering van de deelnemers. Want dus op het moment dat je een frame creëert waarin je binnen dat frame alleen maar het probleemgeval kan zijn, dan krijg je een soort van zelfbestendiging. Hè? Een self-fulfilling prophecy. Ja. Dat is, daar wil je niet zoveel van. En we zien dat trouwens ook wel terug bij studenten. Dus als je studenten bijvoorbeeld op ROC's de vraag stelt van... wie ben je eigenlijk? Wat zou je kunnen? En dat krijg je vaak antwoorden langs de lijn van wat ze allemaal ontbreken. Ik heb een tekort hier aan. Ik heb een achterstand hierop. Daar is het niet gelukt. En ik heb wat issues thuis. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat op het moment dat de generatie eigenlijk gaat communiceren in een terminologie van wat ze niet kunnen en niet zijn. Ja. Zeg maar. Dus een bestendiging van die sociale pijn. Eigenlijk zeggen deze psychologen dat de beste remedie tegen sociale pijn is het vergroten van de self-efficacy. Dus op het moment dat kinderen, jongeren inderdaad in de omgeving terechtkomen van werelden waarin mensen zijn zoals zij zelf zijn. Maar dat is een belangrijke remark, zeg maar. Kijk, stel je voor dat ik bijvoorbeeld heel veel voetbalwedstrijden zie. Champions League voetbalwedstrijden. Dus ik Cristiano Ronaldo, dat ga ik allemaal analyseren. Dat doet in principe niet iets met mijn self-efficacy. Als voetballer. Ja. En dat komt omdat ik geen profvoetballer ben. En sterker nog, als ik daar kritiek op zou hebben, zou Cristiano Ronaldo terecht daar niet zoveel mee hebben. Ja. Maar op het moment dat ik dat met een collega-wetenschapper zou hebben, en ik zou feedback geven op zijn congressen, terwijl jij zelf ook wetenschapper bent. Terwijl ik wetenschapper ben, dan ontstaan die mechanismen er wel. Studenten hebben dat onderling, docenten hebben dat onderling. Dus je moet wel in je eigen referentiegroep, zo noemen ze dat, werkt dat heel erg. Daarom zijn studentenverenigingen zo belangrijk. Dus de meest intelligente route voor een docent is dat hij eigenlijk in zijn eigen klaslokaal zoveel mogelijk binnen de groepsdynamiek tussen leerlingen onderling mastery experience organiseert. Dus hij kan zelf een presentatie in het Engels geven. Hij kan ook bij Engels. Hij kan ook ervoor zorgen dat er iedere week iemand een public speaking moment doet. Hè? In een les dat iedereen aan bod komt. En dat ze elkaar ook gaan helpen. Nou, dat is de derde factor. Is dat je dus erkenning en opbouwende feedback krijgt vanuit je omgeving. Dat is de derde factor bij self-efficacy? De derde factor van self-efficacy. Dus de eerste was mastery experience. Mastery experience. De tweede? Mastery experience zien. Zien. Bij mensen die zijn zoals jij zelf bent. En de derde is dus erkenning en opbouwende feedback krijgen van diezelfde personen. Ja. En de vierde, dat heeft te maken met emotieregulatie. Dus we weten, kijk, als je faalangst hebt, dan kun je je voorbereiden voor een toets zodat je een ons weegt. Maar dan moet eerst die faalangst uit de weg. Stress en angst doen met self-efficacy als wat suiker doet met het menselijk lichaam. Zo kun je het eigenlijk bekijken. Dus, en wat Albert Bandura, dat is de ontwikkelaar van deze theorie, eigenlijk ons leert, is je kunt stress en angst omzetten in arousal. Positieve spanning, opwinding. Die theorie heb ik ook eerder gehoord. Ja, ik zie dat ook terug bij als je veel congressen doet. Dus je moet je voorstellen van de onderwijscongres. Nou, je rijdt binnen en je gaat snel backstage. En je moet over 10 minuten, een kwartier, moet je een lezing geven. En dan zie je ook dat de spreker voor je of achter je, dat weten heel veel mensen niet. Maar je ziet er bijvoorbeeld ook sommige mensen backstage heel erg misselijk worden. En verschrikkelijk nerveus. Maar wat ze dan leren onderweg, en dat is best wel knap, is dat ze in staat zijn om op het laatste moment dat te transformeren, die stress of angst, naar een enorme
boost en positieve spanning. En dan geven ze die lezing. En als het dan lukt, is een mastery experience, dan stijgt daarmee hun eigen self-efficacy. Ja. Vaak wordt klimmen op een ladder en het falen daarvan, wordt er een etniciteit aan gekoppeld. Ja. Ik ben benieuwd, hoe kijk jij naar het hele integratievraagstuk? Godzijdank heb ik in 2007, heeft mijn eigen leermeester Willem Schinkel, hij was toen al een vooraanstaand theoretisch socioloog, maar ik denk dat hij inmiddels de meest vooraanstaande theoretisch socioloog van Nederland is. Mm-hmm. Die heeft een ontzettend belangrijk boek geschreven, Denken in een tijd van sociale hypochondrie. En daar maakt hij een analyse van het integratiedebat. Wat houdt sociale hypochondrie in? Ja, dus hij speelt eigenlijk met de geneeskundige terminologie, jouw vakgebied. Ja, en wat hij doet is dat hij eigenlijk... Kijk, hij vergelijkt dat lichaam, hij vergelijkt de maatschappij met een maatschappelijk lichaam. Okay. Dus hij gebruikt heel veel geneeskundige terminologie om de diagnose te stellen. En hij geeft eigenlijk aan dat lichaam... En dat is de Nederlandse maatschappij? Ja, precies. Okay. Nederlandse maatschappij en het integratiedebat daarbinnen. Okay. Dat is zeg maar een soort van ziektebeeld, hè? En hij geeft aan van dat lichaam heeft voldoende het gevoel van zichzelf dat het ziek is. Dus dan komt die hypochondrie natuurlijk, hè? Maar dan sociale hypochondrie. En kijk, wat voor mij in 2007 heel belangrijk was ik moest dat boek doseren aan studenten. Ja. Ja, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk, want je moet allereerst... Hypochondrie gaan opzoeken. Nee, je moet allereerst zelf doen alsof je het begrijpt. Dat is zeg maar de eerste stap. En dan heb je nog de fase dat je het studenten moet uitleggen die ook dat gevoel hebben. Dus een soort van collectieve onwetendheid. Achteraf, wat ik gemerkt heb, is dat die paar jaren van doseren daarop, wat ze met mij hebben gedaan, met mijn mindset, is dat ik eigenlijk heel erg sterk ben gaan geloven in die centrale boodschap. Stel je nu voor dat je... alle zorgvraagstukken, onderwijsvraagstukken, economische vraagstukken, vraagstukken van sociale omgang en interactie in de samenleving, enzovoort, enzovoort, zou kunnen verbeteren. Wat is dan nog de blijvende relevantie om te praten over een integratieprobleem of integratiedebat? Dat is een benadering die je eigenlijk wakker schudt. Ja. Ja, de internationale studenten aan de Vrije Universiteit hebben samen met al die andere studenten die met hen in de collegebanken zitten, die hebben allemaal geen integratieproblemen. Nee, daar praten ze niet over. Dat is niet waar ze mee bezig zijn. En Willem Schinkel noemt dat dispensatie van integratie. Dus dat speelt daar gewoon niet. Weet je wel, dat is daar niet aan. Maar we hebben integratieproblemen. Du moment dat we het hebben over een VMBO-locatie in een grote stad. Ja. Met sociale conflicten. Zijn. Als er problemen zijn, dan hebben we een integratieprobleem. Dus dat integratievraagstuk ligt niet op tafel bij winnaars, om het even zo te zeggen. Dat was een soortgelijke verbasterde quote van wat je eerder had gezegd. Precies. Maar daar speelt dat niet. En je gaf zelfs heel interessant aan van op een universiteit zie je eigenlijk de enige plek waar dat vraagstuk heel pregnant op tafel ligt, is in de kantine. Ja. bij het team die daar aan het serveren is. Die ervaring heb ik ook met mijn eigen ogen gezien inderdaad. Precies. Maar het was wel even een Nee, maar ik heb binnenkort een congres. En dat is bij het NUFIC. Dat is een organisatie die bezig is met internationalisering en dergelijke meer. En kijk, dus ik geloof heel erg dat als we het willen hebben over internationalisering, dat we vooral gewoon om de hoek kijken. Dus mijn stelling is dat als je... de Rotterdamse, Amsterdamse populatie beschouwt, dan zit daar heel veel internationals, hè, eigenlijk. Of Godfried Engbers, een andere leermeester, noemt dat eigenlijk transnationals. Dat zijn mensen die eigenlijk verschillende banden hebben met verschillende landen en dat op een comfortabele manier kunnen verenigen. Maar het zijn ook mensen die eigenlijk nadenken over, ik leef nu hier, maar ik zou ook nog op een andere plek kunnen leven, theoretisch. Aan de bovenkant wordt dat alom gevierd. Dus je ziet op de Erasmus Universiteit, dat was het voorbeeld waar ik het over had, speelt daar meer dan hier, omdat de Erasmus Universiteit natuurlijk een hele sterke economische, internationale aantrekkingskracht heeft. Hè. Volgens mij is inmiddels 1 op de 7 studenten international op de UR. Ja. Dat is heel snel gegroeid. Die stad is ook populair aan het worden, internationaal, Rotterdam. Ik heb daar, mijn eigen kantoor zit in de Mandeville Building. Okay. En ik heb letterlijk tussen 2002 en nu gezien hoe het totaal verengelst is. Dus dat ook de voertaal op alle vlakken, het Engels als dat. En iedereen doet daar gewoon mee aan de zeg maar, nieuwe realiteit. En wat ik heel mooi vind is om te analyseren hoe het kantinepersoneel, volks Rotterdammers,
Ja, die moeten dus dag in dag uit struggelen met gebroken Engels. En die moeten mensen bedienen. En er zitten die sociale codes. Mensen halen te snel een bord weg of te vroeg. En dus heel veel miscommunicatie enzovoort. Die groep heeft niet per se het gevoel dat ze winnen bij deze diversiteit. Ja, ja. Maar die, ik denk dat ze niet krachtig genoeg zijn. Dat kantinepersoneel. En ook niet een stem hebben. Via welke ze kunnen zeggen, hey, die lui hier, die academische lui, die hebben een integratieprobleem. Omdat zij in de macht zijn, is er geen integratieprobleem. Maar is er internationalisering en diversiteit. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, hypochondrie is dus een medische term voor mensen die zichzelf ziektes aanpraten. Ja. En de strekking van het boek is dat er een hypochondrie is als het aankomt op integratie. Het is eigenlijk een probleem dat we onszelf heel veel aanpraten. Ja. Want als je dus al die grote problemen gaat tackelen, zoals in de zorg, onderwijs, economische ongelijkheid, noem maar op. Ja. Is dat integratievraagstuk ligt eigenlijk niet meer op tafel. Waarom wordt het desondanks, denk je, toch zo naar voren gedrukt in het huidige maatschappelijke debat? Er zijn volgens mij twee redenen. Allereerst, we kunnen ook niet meer terug. Dus er is een hele infrastructuur opgebouwd de afgelopen 20 jaar van mensen die als professionals of privé helemaal geïnvolveerd zijn in dat hele debat. Die hier hun beroep van hebben gemaakt. Die, dus je hebt allemaal beroepsprofessionals. Dat zijn er niet weinig, zeg maar. Nee. Die hebben er geen baat bij als dat vraagstuk eigenlijk niet zo groot blijkt te zijn. Tenzij ze hun concepten gaan hervormen naar de nieuwe realiteit. En dat zie je ook gebeuren. En wat is die nieuwe realiteit? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat wat ik zelf merk op de scholen is dat er niet veel energie meer is onder professionals om dat oude denken in stand te houden. En vooral in de grote steden. Maar ik denk dat dat binnen 10 jaar ook naar een Amersfoort en een Zoetermeer toe zal gaan. Dat de enige relevante vraag voor een docent in lokaal 107 straks is, hoe ben ik in staat om al die jongens en meisjes met verschillende achtergronden tot leren te doen komen. That's it. En dat alle de bedrijfsongevallen, zeg maar, hè, van een diverse samenleving, die gaan straks anders geframed worden. En ik denk dat dat gewoon een kwestie van tijd is. En in die transitieperiode hebben we nog behoefte aan een oud jargon en een oude reflexen. Maar dat is denk ik een kwestie van tijd. Je staat er wel positief in dus. Het ligt eraan, hè. Kijk, een deel van de maatschappij ontwikkelt zich die kant op. Maar een ander deel ontwikkelt zich een andere kant op. Dus je hebt Robert Putnam, groot Amerikaanse socioloog. Die heeft over turtle effects. Hij zegt, als zo'n samenleving zeg maar snel divers wordt, krijg je schildpad-effectjes. Hè? Dus dat je al die groepjes die trekken terug in hun eigen eilandjes. En die gaan een soort van heimwee creëren naar een niet bestaand verleden, bestaande realiteit. Dus de vraag is wat het straks gaat winnen. Of een turtle-effect mechanisme, of die realiteit van superdiversiteit die ik net al beschouw. Ik zie vooral, kijk, het is logisch dat aan de bovenkant nu dat tweede het vooral wint. Hè? Omdat dat allemaal mensen zijn die, weet je, moet je voorstellen, als je hier opgroeit in Amsterdam en je bent viertalig en je zit hier op de VU en je kunt internationaal schakelen, je bent niet afhankelijk van de lokale setting. Ja, je bent een dubbele winnaar. Maar niet iedereen is in die gelukkige omstandigheid. En als we, ik weet dat jij hier vast over na hebt gedacht. Ik weet dat jij natuurlijk ook veel bezig bent met de islamitische theologie en de vraagstukken die daarbij komen. Welke relatie zie je tussen dat concept van self-efficacy en de islamitische traditie? Hoe kan de islamitische traditie die self-efficacy versterken en wat is de wisselwerking daartussen? Nou, kijk, je ziet die op zeg maar metaniveau, en wat over Champions League niveau, hè, dan zie je eigenlijk dat zowel in de Europees intellectuele traditie als de islamitische intellectuele traditie dezelfde dingen eigenlijk belangrijk gevonden worden. Heb je een concreet voorbeeld daarvan? Ja, je ziet dat net als in de christelijke traditie, zie je dat ook terugkomen trouwens, maar dat die self-efficacy zit heel erg op het terrein van persoonsvorming. Wat ik net al had genoemd rondom Gert Bista. Nou, je ziet dat die islamitische intellectuele traditie legt heel veel nadruk op dat aspect. Van karaktervorming of persoonlijkheidsvorming. Tarbiya? Ja, dus het concept van tarbiya. En daar zit dus een hele sterke benadrukking daarvan. En die mechanismen, die eigenlijk dus die mastery experiences, die succeservaringen, die zijn universeel menselijk. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat de meest vooraanstaande
pedagogen binnen de islamitische intellectuele traditie dezelfde universele mechanismen benadrukken zoals de vooraanstaande denkers binnen de Europese intellectuele traditie. En dat gaat in die richting van succeservaringen opdoen, erkenning en waardering. En natuurlijk het wegnemen van het tegenovergestelde. Dus, emotionele verwaarlozing van leerlingen, sociale pijn, sociale uitsluiting, negatieve communicaties, benadrukken wat iemand niet kan, straffen, enzovoort enzovoort. En heb je een concreet voorbeeld waarbij je zag dat een van de vooraanstaande theorieën nu binnen de sociologie strookten met dezelfde denkwijze eigenlijk van een vooraanstaande islamitische denker? Nou kijk, je zou kunnen zeggen dat wellicht de meest grote denker binnen de islamitische intellectuele traditie op het vlak van pedagogiek, Abu Hamid al-Ghazali, is in ieder geval de meest geciteerde. Die heeft eigenlijk in zijn werk die drieluik, Gert Bista ook heeft, zie je eigenlijk ook terugkomen. Welke drieluik? Dus het drieluik van kwalificeren of kennis opdoen, socialiseren en persoonsvorming. Het meest interessante is het, en dat is even als je op metaniveau ernaar kijkt, je ziet dat iedere keer als een samenleving een soort van pinnacle bereikt, of een beschaving. Een toppunt. Ja. Want je ziet dat Abu Hamid al-Ghazali leeft in een samenleving in Bagdad, wat op dat moment een topcivilisatie is, een academische cultuur, en hij is hoofd van zo'n academische context enzovoort. En dat zie je bij Bista ook. Je ziet dat iedere keer als dat gebeurt, gaan de vooraanstaande pedagogen zich zorgen maken over het feit dat er te veel nadruk is op kwalificeren, socialiseren, en dat persoonsvorming eigenlijk te weinig plaatsvindt. En dat is bij Bista is dat geformuleerd in de seculiere taal, hè? En bij Ghazali is dat in een religieuze taal. Maar de onderliggende boodschap is steeds dat je in zo'n samenleving met succes heel veel mensen gaat krijgen die zich volgens maatschappelijke normen degelijk en beschaafd gedragen, zeg maar. Maar dat de vraag... Die het goed doen. Zowel succesvol, mooie auto, alles erop en aan in onze context. Ik weet niet of Bagdad van die tijd mooie auto's had, een mooie paard of zo. Maar ze deden het heel goed. En er is heel veel kennis. Ja. Er is heel veel kennis, er is heel veel ontwikkeling. Ja. Er is heel veel civilisatie. Er zijn culturele centra, kunsten, cultuur. Al dat is er allemaal. Economische ontwikkeling. Ja. Maar de vraag daaronder is altijd, hoe zit het met die persoonsvorming? En persoonsvorming is eigenlijk een slechte vertaling. Is dat dan weer op individueel niveau, zeg maar? Echt op het meest intrapersoonlijke niveau. En het gaat eigenlijk over wat Bista noemt, dat subjectwording. Dus hij zegt, hij is een beetje bang dat, nou niet een beetje bang, hij is nogal bang, dat binnen het huidige onderwijssysteem kinderen eigenlijk geobjectiveerd worden. Daar bedoelt hij mee dat het een soort van leerfabrieken worden, waarin je kennis stopt, die voorbereid worden voor de economische ordening, hè, dus arbeidsmarktontwikkeling en dat soort zaken meer. Maar dat de vraag die hij eigenlijk heel mooi stelt is, we moeten niet de vraag stellen wat voor soort school we nodig hebben voor deze samenleving. We moeten de vraag stellen wat voor samenleving we nodig hebben voor deze school. Mm-hmm. Het draait om. Ja. En dat is precies bij al-Ghazali terug te vinden. Op exact dezelfde manier. Al-Ghazali bijvoorbeeld had een enorme kritiek op de theologische instituten van zijn tijd. Zoals Bista een kritiek heeft op de onderwijsinstituten van onze tijd. En wat was die kritiek? En die kritiek gaat dus eigenlijk weer heel veel kennisontwikkeling, heel veel socialisatie. Dus mensen leren heel veel over uiterlijke manieren om erbij te horen in de samenleving. Hè? Normen en waarden. Ja. Dus dat is het probleem wat we hebben met dat concept. Maar wat van dat gedeelte, wat extern is, wat in het uiterlijke zit, is daadwerkelijk geïnternaliseerd. En bij Bista noemt dat incarnatie. Dus dat gaat best ver, hè? Dus het is bijna... Dat je opnieuw geboren wordt. Ja, dus er zit ook een heel esoterische dimensie aan zijn theorie. En bij Ghazali gaat het over internalisatie. Daar kun je niet genoeg over lezen, zeg maar. Heel interessant, mashallah. Waar ik benieuwd naar ben. We hebben het zojuist gehad over dat stukje persoonsvorming.
Ook vanuit El Ghazali en hoe hij er naar keek. Ik wil het nu wat persoonlijker maken. Hoe is de persoonsvorming bij jou geweest? En laten we hem pakken vanaf de middelbare school. Wat voor student was, was Ilyes? Scholier moet ik zeggen. Wat voor scholier was je? Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, ik denk dat... volgens mij is er een verschil tussen de VWO-periode en de academische periode. Kijk, ik kom uit een gezin. Thuis hadden wij 7 kinderen. Dus ja. 4 grotere broers. Ik was de jongste van de broers. Een oudste zus en een jonge zusje. En een van de vele dingen die mijn moeder ontzettend goed heeft gedaan, is in de hoek hadden wij een kamer, een slaapkamer. En was soort van op bepaalde momenten verboden toegang voor de andere broers. Dus ik heb eigenlijk in de VWO-periode heb ik heel veel geklommen op de schoolladder. Maar ik zou bijna willen zeggen dat vanaf 4 VWO was dat eigenlijk pas bewust. Daarvoor was ik gewoon aan het klimmen, omdat ik ergens het gevoel had van nou, dat moet of zo. Oké. Vanuit huis ook heel sterk meegekregen? Vanuit huis ook, ja. Heel, heel sterk. Het ging heel goed, maar ik had ook echt 2-3 uur per dag zat ik achter de boeken. Long Hoe is dat een gewoonte geworden? Het boeken lezen, zat dat er altijd al in? Ja. Of heb je dat jezelf moeten aanleren? Kijk, dat is eigenlijk het gekke. Ik ben nooit zeg maar een romanlezer geweest of zo. Of het was gelijk zakelijk en serieus. Ik kon helemaal opgaan in cluster Tweede Wereldoorlog bij geschiedenis. Okay. Of maatschappij leren of dat soort dingen meer. Maar er zat een enorme drijf achter om gewoon te studeren. Waar kwam die drijf vandaan, denk je? Dat is een goede vraag. Ik was niet zeg maar het klassieke stutje of zo. Okay. Ik was ook met voetbal bezig, heel erg. Ik denk dat zeg maar in de thuissituatie zijn er heel veel incentives gegeven. Positieve incentives tot leren. En ik heb ook oudere broers en een zus die mij ook voor zijn gegaan, zeg maar, als het gaat om studies en dergelijke. Okay. Ik denk wel dat als je zeg maar in een in ons geval is het toch een traditionele thuiscultuur, met ook wel toch heel veel structuur en meer tegen het strikte aan dan tegen het wat pedagogen permissieve noemen. Veel discipline dus ook. Ja, en ik denk dat die discipline was ook gedeeltelijk ook zelfdiscipline. Dus ik denk dat ik ook nog wel onderwijs heb gehad in een periode waar ik het gevoel heb dat ik echt heel goed onderwijs kreeg op het VWO. En ik was heel erg volgens mij aan het bewijzen dat ik het wel kon. Dus er zit ook een identiteitscomponent in. Als je een analyse maakt van switchen en klimmen, even voor jullie beeld. Ik ben er in 2 VWO 27 keer uitgestuurd. Okay. Maar dat ging parallel met de 8's en 9's halen. Dus het was ontzettend schizofreen situatie. Ik heb ook iets soortgelijks van je gemaakt. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja ook eerste, tweede jaar heel goed. En toen derde jaar, toen ging het moeilijk. Cijfers liepen niet parallel met zeg maar eruit gestuurd worden. Wel heel veel eruit gestuurd. En cijfers waren toen ook niet heel goed. Maar ik weet wel dat ik daar heel erg mee aan het worstelen was. Eigenlijk een heel concreet voorbeeld was in groep 8. En dan kreeg je van die rapporten, toch? Mm-hmm. Dan kreeg je 2 rapporten. En het eerste rapport van groep 8, ik ben in de Bijlmer opgegroeid. Ik zat op een basisschool. Heel, heel multicultureel, ja. Snap je? Maar we hadden 1 Hollandse autochtone docent. Juf Ineke heette zij. Ze zat in groep 8, gaf ze les. En iedereen was doodsbang voor haar. Okay. Zij was gewoon strikt. Ja. Autoritair en gewoon de doemverhalen gingen al rond vanaf groep 4-5. Wist je, op een gegeven moment moet ik langs dat stadium. Maar zij was, zeg maar, de eerste helft van groep 8 was een super grote fan van mij. Echt super lovend rapport. Brahim neemt informatie op als een spons, ideale leerling, noem maar op. Het was super lovend. Toen, op de een of andere manier, begon ik me toch... Die reflectie heb ik nu, zeg maar, meer te hechten aan die peergroep en wat zij van me dachten en noem maar op. Ga je wat vervelender gedrag ga je uithalen, je wil leuk doen, je wil grappig doen, noem maar op. En ik weet nog, bij het eerste hele lovende rapport was het advies was toen HAVO-VWO. En toen het tweede advies
boorde ze mijn gedrag helemaal de grond in. Gaf ze aan van ja, je kan dan wel intelligent zijn. Maar middelbare scholen vragen ook een gedragsrapport op. Als die heel slecht is, dan kom je er niet. En noem maar op. Hmm. Heel veel slechte dingen te zeggen over het gedrag. Maar het advies was toen gymnasium. Dat stond er toen onder. Het is heel gek. Snap je? Ik moet daar nu nog wel eens over nadenken. En toen zeg maar rapportbespreking was, las ze er snel overheen waar mijn vader bij zat. Dat ze niet, ja, nee, het advies is dit. Gymnasium is het advies. Green line. Ja, precies. Maar dat merkte ik toen wel. Dus inderdaad, dat die leefwerelden botsen en dat je daar wat moeilijker mee om kan gaan. En ik ben heel gek, zeg maar. Dus ik zat dus gewoon hartje bij maar op de basisschool. Toen moest ik een middelbare school kiezen. En toen had ik wat vrienden op voetbal en die gingen naar het Amsterdamse Lyceum toe. Ja. Dat is eigenlijk een hele elitaire school in Amsterdam-Zuid. Ja, ja. Waar eigenlijk de crème de la crème, weet je wel, hun leerlingen naartoe stuurt. En toen kwam ik daar ineens terecht. En dat was switchen. Gewoon puur switchen. Bij mij ging dat heel erg over zoeken wie je bent en waar je kan staat. Kan je dat traject beschrijven? Hoe ging dat traject van die persoonsvorming voor jou? Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, dat is de onderbouwfase. Nou, en dat er zijn twee mensen die voor mij heel erg bepalend zijn geweest, professionals. Ik heb in groep 8 had ik de directeur Harry Timmermans. Okay. Dat is ook nooit vergeten. Die heeft tegen het advies van mijn groep 8 leerkracht, die had dat uit haar eigen wijsheid het opgemaakt dat het MAVO-HAVO had moeten zijn. Ja. Nou, heel veel discussie. Ik heb die discussie ook letterlijk meegemaakt, want ik stond erbij. Toen heeft Harry Timmermans gezegd, nee, het moet VWO worden. Compromis, HAVO-VWO. Het werd toen 2 VWO en ook die zoektocht die bleef daar bestaan. In de bovenbouw, en dat is eigenlijk het tweede moment, dat vertelde ik ook op de boekpresentatie vorige week, was toch dat moment van mijn docent godsdienst levensbeschouwing. Kees Blok was voor mij heel bepalend. En hij deed ook een uitspraak van bij filosofie. Ik had ontzettend hoge cijfers en ik deed ontzettend mee, maar dan backstage. Dus ik leerde thuis heel erg goed. En in het klaslokaal deed ik alsof dat minder het geval was, zeg maar. En hij had dat door. Hij had dat proces en die zoektocht had hij door. En hij deed ook uitspraken die ik nooit zal vergeten. Hij zei, Ilias, bij filosofie, weet je wat het allerergste is in het leven? Verspild talent. En dat was het. Dat was echt mijn kantelmoment. Het kwam zo diep binnen, omdat hij daarmee te kennen gaf van, ik heb je door. Ik weet wat je aan het doen bent. En dat doorhebben, dat was dus eigenlijk in de klas doen alsof je niet heel fanatiek bezig was, maar thuis wel heel fanatiek. Kijk, sociologen, later heb ik ontdekt dat er een hele theorie is. Dat noemen sociologen het acting white syndroom. En dat is geconstateerd bij African-American jongens die op de middenklasse hogere scholen terechtkwamen. Of elite scholen terechtkwamen. Die waren toch ook bezig met vooral heel hard studeren. Mm-hmm. En ondertussen zeg maar being afraid bang zijn dat je being accused of acting white. Dus in hun geval is dat zeg maar dat je middenklasse gedrag vertoont. Ja, ja, ja. Hè? Nou, dat hele idee. Dus dat zat er natuurlijk in. Maar je zou kunnen zeggen dat in 4 VWO plaatsvond. Hm. Nou, en dat was echt een kantelmoment. En ik had hem dus ook bij wetenschapsfilosofie, want ik volgde dus wetenschapsfilosofie. En je moet je voorstellen, ik las parallel, lazen we gewoon, zeg maar, Immanuel Kant en weet je wel, alle... Dit was op de middelbare school nog? Op de middelbare, ik had de mogelijkheid om filosofie te kiezen. In de bovenbouw, dat heb ik toen ook gekozen. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En volgens mij, het was of 4 of 5 VWO, had je 9-11. Dus dat is even... Bepalend. Het is bepalend. Dus, ja. Je ziet dat, dus ik heb zelf nog zeg maar, in mijn schoolse periode de wereld voor 9-11 meegemaakt. Ja. En nou, dat is eigenlijk een maatschappelijk kantelmoment. Hè? En ik weet dat ik toen in 5 VWO, toen ben ik echt aan het lezen geslagen. Dus Vrij Nederland, het hele publieke debat, Groene Amsterdammer. Dus ik was eigenlijk bezig met veel te zware thema's voor die leeftijd. Maar daar zag je eigenlijk ook langzaam de transformatie van boys to men, hè, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja. En ik ben toen in, als je doorgaat in 6 VWO, krijg je de moord de opkomst en de moord op Fortuin. Mm. In de omgeving van Rotterdam, hè, dus dat speelt heel erg.
ik zit in zes VWO en ik heb ik had opgezocht, nou, ik ga psychologie studeren. Dat is een echt gebeurd verhaal, historisch, zeg maar, ja, voor mijzelf dan. Dus ik was naar de Erasmus Universiteit gegaan, ingeschreven, open dag. En ik kwam in het verkeerde klaslokaal terecht. En ik kwam dus bij de opleiding sociologie terecht, maar ik was toen nog in de veronderstelling van, dit is een discipline binnen de psychologie. Ja. Ja. Nou, toen zei ik tegen mezelf, nou, nu weet ik het zeker, ik ga psychologie studeren. Ik was helemaal overtuigd van... maar dat was natuurlijk in de tijd van de opkomst van Fortuyn. Ja, ja, ja. Alles was sociologisch. Ja. Fortuyn zelf was socioloog natuurlijk, maar het hele maatschappelijke debat wat veranderde in die tijd, alles was sociologisch. Ja. Ik zou bijna kunnen zeggen dat de afstand tussen al die artikelen in Vrij Nederland, de Groene Amsterdammer, publieke debat en sociologie was natuurlijk heel... Niet zo groot, hè? Dat was een kleine afstand. En ingeschreven. En toen begon de opleiding sociologie. Maar dat was echt vanaf dag één tot het laatste moment. Ze zeggen toch ook van je kunt geen onderscheid maken tussen het zakelijke en het genoegelijke. Nou, dat is daar echt het geval. Dat was niet een studie waarbij ik niet gemotiveerd was. Het was hyper gemotiveerd. En ik las echt alles binnenste buiten. En dat ging werelden openen. Dus ja, dat is eigenlijk de studieperiode. En dat is ook heel goed gegaan. Had je ook een bepaalde drive voor jezelf destijds nodig? Of moest je jezelf blijven motiveren op de een of andere manier? Had je daar iets voor? Of? Nee, dat was intrinsieke motivatie puur zang. Ieder moment van dat kan ik... Dus ik, de toetsen vond ik vervelend om te maken, zeg maar. Maar... kijk, en het eerste jaar, dat weet ik nog goed, toen was er een regeling dat als je die propedeuse haalde met hoge cijfers, en ik had volgens mij een 8,8 of zo. Gemiddeld. Ja, mashallah. En toen werd je automatisch geselecteerd. Nou, mocht je studentassistent worden. Ja. En toen werd het alleen maar erger, want toen mocht je meedoen met de hoogleraren, met zeg maar de grote mensen met onderzoek. Ja, en dan kreeg je eigenlijk een dubbele dynamiek. Dus je hoeft eigenlijk geen baantjes meer, baantjes die niet gekoppeld zijn aan je opleiding te doen. Je krijgt gewoon betaald als studentassistent. 16 uur per week. en daarna studeren. Dus dat, ja, vanaf dat moment kreeg ik ook... Een en al sociologie. Een en al sociologie. En je hebt uiteindelijk je bachelor afgerond. Cum laude en je master ook cum laude, mashallah. En daarna ben je als docent sociologie aan de slag gegaan. Ja. Hoe veranderde, of wat was het traject in je persoonsvorming bij de overstap van middelbare school naar universiteit voor jou? Dat was ook wel van naar de grote stad, hè? Dus parallel. Dus eigenlijk, je kwam met Maassluis en je ging dan naar Rotterdam toe. Ja. Maassluis en ik ken dat, Vlaardingen is natuurlijk al iets stedelijker. En dan kom je terecht in Rotterdam. En dat was toen een andere stad, hoor. Dat was toen armer en dat soort zaken meer. Maar toch, grote stedelijke dynamiek. Je gaat studeren, je bent 18 jaar. En voor jullie beeld, hier natuurlijk op de Vrije Universiteit, veel studenten met een biculturele achtergrond, studentverenigingen, infrastructuur, dat allemaal, zeg maar. Nou, dat was er heel weinig. Ja. Dat was er echt heel weinig. En zeker op het niveau van de docentenpopulatie. En ook op het niveau van de studentenpopulatie. Ik heb me eigenlijk gedurende die studie heel veel bemoeid met de studie zelf. En weinig met andere dingen. Wat ik wel, en dat, als je het hebt over de persoonsvormingskant, dat herken ik soms ook wel terug bij studenten. Kijk, over switchen en klimmen. Kijk, op het moment dat je dan zeg maar een bruiloft hebt, hè, en zeker in de Marokkaanse gemeenschap, en dan kunnen bruiloften 5, 6, 7 uur duren, waarbij je op ieder moment de vraag stelt, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat is het hogere doel van het aankomst? Stelde je dat ook aan tafel zo? Nee, maar je snapt het probleem. Dus je gaat wat is eigenlijk het hogere doel wat van is eigenlijk het hogere deze bijeenkomst? Anders dan catering en wachten op een maaltijd. Maar wat ik in die tijd heb moeten leren, was dat al dat interessante, dat academische, wat je daar in de studie aan het lezen bent, ja, je moet toch even switchen naar de ladder van gewoon normaal doen. Ja. En dat was in die fase ook wel moeilijk, zeg maar. Is er zeg maar ook iets wat ervoor zorgt dat je daarin beperkt wordt? Of dat mensen daarin beperkt worden? Dus in de schoolladder. Dus bijvoorbeeld dat je het... dat je uit zo'n andere thuissituatie komt, dus zo'n andere thuisladder hebt, dat je het op school toch minder doet op de een of andere manier, of dat je uiteindelijk bij een plafond komt, terwijl iemand anders met een andere thuissituatie bijvoorbeeld dat plafond niet heeft. Voor mij is echt het tegenovergestelde het geval. Dus wat die opleiding mij heeft geleerd, is dat ik
conceptueel kon terugvechten. En vechten op de inhoud. Vechten op de inhoud, ja. Zeg maar. Dus kijk, ik was bezig met een identiteitsontwikkeling. Te midden van een publiek debat na 9-11. Ja. Opkomst fortuin, verandering in de samenleving. Politiek heel erg interessant op dat vlak. Maar op het moment dat je onderdeel bent van dat hele proces, is het ingewikkeld. Maar wat die sociologieopleiding mij heeft geleerd, is dat metacognitieve. Dus eigenlijk zeg maar uitzoomen. En in dat geval dan op de Euromast gaan staan, zeg maar. En analyseren en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Nou, die afslag naar dat sociologische was voor mij persoonlijk echt een bevrijding. Want je staat niet te midden van allerlei processen. Natuurlijk ook wel. Maar je kunt voortdurend jezelf even, je kunt uitzoomen. Ja, je kunt analyseren. Terugtrekken, je kunt analyseren. Je kunt op dingen minder serieus, persoonlijk nemen. Minder persoonlijk nemen. Ja. En ik las toen terug bij Sigmund Bauman, een van de vooraanstaande sociologen. Die noemde dat defamiliarisering. Ja. Dus die gaf aan in een van de eerste colleges, zeg maar, waarin zijn werk behandeld werd, was van een van de eerste competenties van een socioloog is, hij moet afstand kunnen nemen van de familiar ways of thinking. Nou, en dat was precies wat ik nodig had. Ja. Op afstand staan van het, dus je gaat begrijpen zonder begrip te hebben. En wat zijn die familiar ways of thinking in die tijd, waar ook dat hele integratievraagstuk, hoe ga ik om met mijn eigen identiteit daarin? Hoe ben jij omgegaan met dat hele, dat acting white fenomeen waar je het net over had? Ja. Dus het gevoel hebben dat je niet verkaasd over wil komen. Hoe ben je daar zelf mee omgegaan in je ontwikkeling? Want ik ken ook genoeg personen in de 30, is het zelf ook in de 30, die daar nog steeds last van hebben, daar nog steeds moeite mee hebben. Mm. Oké, wat nou als ik ineens heel vloeiend ABN ga praten en hele moeilijke termen ga gebruiken? Ja. Wat nou als ik verkaasd overkom? Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe denk je daarover? Kijk, de trots en de erkenning die ik van huis uit heb meegekregen, dat speelt denk ik een belangrijke rol. En ik heb, als we het hebben over die self-efficacy benaderingen, dus geloof in eigen kunnen. Ik heb het geluk gehad in een omgeving opgeleid te mogen worden, zowel privé als professioneel. Ja, die voortdurend bezig was mijn geloof in eigen kunnen te versterken. Aan alle kanten, op ieder moment. Ik weet nog goed dat ik was toen 23, toen heeft Godfried Engberse, dat is een vooraanstaande socioloog. Nou, op dat moment weet je niet zo goed wat een vooraanstaande socioloog is, zeg maar. Het enige wat ik wist was, nou, waarom opent hij alle congressen? Dat was toen voor mij. Van, hè, en waarom is iedereen naar hem aan het luisteren? Hij zal wel belangrijk zijn. Dus hij zal wel belangrijk zijn. Ja. En hij heeft toen op een aantal momenten, heeft hij mij gewoon colleges laten overnemen. Ook aan tafels laten schuiven bij gemeenten. Ik heb zelfs de Tweede Kamer toen een keer mogen toespreken. Okay. On behalf of him, zeg maar. Okay. En ik was toen 23 en ik denk, wat weet je, wat ben ik aan het doen? Dus dan ga je aan het begin, alle eerlijkheid, maar gewoon doen alsof het normaal is. Hè? Ja. Dat je gaat het echt letterlijk een act opvoeren. Totdat je het leuk gaat vinden. En je vanuit de omgeving een stukje erkenning krijgt op dat vlak. En dan ga je natuurlijk klimmen op die ladder. Erkenning omdat je op inhoudelijk gebied meedoet. Ja. 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 En kijk, wat ik toch het voordeel van het type opleiding dat ik heb, die ik heb genoten, zeg maar, op de UR van die leermeesters, is dat je natuurlijk ook gewoon heel veel uit je hoofd leert. Dat klinkt misschien heel ouderwets. Maar tegen de tijd dat ik aan het einde van mijn studie zat, had ik zo'n conceptueel framework, zeg maar, in mijn hoofd, dat ik dus eigenlijk leerde van Godfried Engberse, later ook van Willem Schinkel, van eigenlijk moet je je niet hoeven prepareren voor een lezing of een keynote of wat voor ding dan ook. Op het moment dat je gewoon ter plekke gevraagd wordt om iets te vertellen moet over een thema. Moet conceptueel zo sterk in je hoofd zitten? Het moet gewoon een thuiswedstrijd zijn. En dat had ik toen niet door, hoor, dat aan het gebeuren was. Maar dat was in die periode, is daar heel veel professionele preparatie heeft er plaatsgevonden. Nou, toen was ik 25, toen het eerste boek uitkwam. In 2011, toen had ik veel congressen in onderwijssettings. Nou, dan ga je meters maken. En dan ontstaat een vertrouwdheid. En je blijft ondertussen nog steeds gewoon lezen, doorlezen. En je merkt ook op een gegeven moment dat er een behoefte is bij de rest, dus bij je omgeving, om allerlei ingewikkelde concepten terug te vertalen naar de praktijk. En ging er in die fase, oké, je bent 23, je mag namens een vooraanstaande socioloog de Tweede Kamer toespreken. Je wordt op congressen gevraagd op je 25ste. Ging in die periode de vraag door je hoofd heen, ben ik nu te verkaasd aan het worden? Oh, dat? Ja, jouw vraag. Dat is...
Kijk, ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad. Okay. Als ik het even heel... Kijk, ik heb ook nooit... kijk, ik ben heel erg trots op, weet je, multitaligheid, op mijn familiecultuur. Ook vanuit onze islamitische tradities. Welbespraaktheid is natuurlijk iets wat, tuurlijk, wat kijk, en, enorm en dat, die, geprezen die, wordt. Dat zeg maar, dat en spelen van een thuiswedstrijd, om even zo te zeggen. Ja. En overal eigenlijk gewoon jezelf zijn. En dat is een modern begrip, authentiek dan, hè, noemen ze dat. Maar eigenlijk heeft het te maken met oprechtheid. Nou, en dat heeft natuurlijk de langste duur. Hè? En dat is, ik, in principe heb ik dat niet... Nooit die nee, dat struggle gaat. Dat niet. Je geeft dus aan van jezelf zijn, dat heeft de langste duur. Ik ben zelf van mening dat het inderdaad zo is. Ja. Dus het behoud, met behoud van eigen identiteit en gewoon je capaciteit, ja, je eigen kennis en kunde. Maar is dat ook wel zo? In jouw geval, is dat zo? Zeg maar, als je dan naar jouw leven kijkt of naar jouw carrière kijkt, dan is dat in principe heel mooi gegaan, alhamdulillah. Maar bij mij rijst dan de vraag, ik was een tijdje geleden, was ik bij een soort masterbijeenkomst. En daar werd, dat was een arts en die sprak over de master en die sprak ook over zijn eigen vakgebied. Dat was de interne geneeskunde. Hij is zelf internist en op een gegeven moment, hij is ook een hoofd, zeg maar, hij heeft een hoge functie ook binnen het onderwijs. En op een gegeven moment werd hem ook de vraag gesteld van, ja, weet je, hoe kan ik het beste aangenomen worden en wat moet ik daar het beste voor doen? En toen gaf hij letterlijk het antwoord, waar ik een beetje van schrok eigenlijk, of dat ik dacht van, hè, best wel direct. Hij zei van, ja, we nemen toch de mensen aan die het meest op ons lijken. Dus die het meest op ons lijken in, nou ja, misschien niet qua uiterlijk, maar wel qua cultuur, qua grapjes, qua wat kan je wel of niet doen. En dat baatte mij dan toch op de een of andere manier zorgen. Want dan denk ik van, stel dat je op die ladder zit, als we het dan hebben in termen van switch en klimmen. Stel dat je dan aan het klimmen bent. En vandaar dat ik zo straks ook die vraag stelde van, kom je op een gegeven moment bij een plafond? Dan heb je ontzettend lopen klimmen al die tijd. En in sommige gevallen is dat dus ook zo. Ik zie het ook wel eens om me heen. Ja. Heb je ontzettend lopen klimmen. Heb je eigenlijk goede cijfers gehaald. Altijd ontzettend goed gedaan. En dan kom je op een gegeven moment om aangenomen te worden. Of om die plek te krijgen. En dan lijk je niet genoeg op ze. Op de een of andere manier. En ik kan me dan voorstellen. Als je uit een andere culturele achtergrond komt. Of een hele andere thuissituatie hebt. Dat je constant tussen die twee moet switchen. Dat het aardig lastig is. Om ook helemaal in dat plaatje te passen op een gegeven moment. Ja. Dus... En dan vraag ik me af van, is er dan wel een, zeg maar, qua kansgelijkheid, weet je, hoe zit dat dan? Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Dus de eerste vraag gaat over dat switch, de tweede vraag over kansgelijkheid. Kijk, wat jij natuurlijk ook meebrengt, je brengt ook extra dingen mee. Je bent bijvoorbeeld multitaliger dan de persoon met wie jij moet concurreren voor die positie. Jij bent in sommige opzichten rijker in de ontwikkeling van jouw cultureel kapitaal, dat je met verschillende leefwerelden hebt moeten switchen en dergelijke meer. Dus je brengt ook allerlei nieuwe assets mee. En kijk, dus ik denk ook dat het goed is om niet na te streven te passen binnen het plaatje. Ja. Maar te kijken in hoeverre je dat plaatje zodanig kan transformeren dat het meer past bij wie jij wilt zijn. En dat is ook weer gewoon een mindset kwestie. Kijk, en we leven ook professioneel, zeg maar, als we nu naar de samenleving kijken, is het onmogelijk om de hoogste echelons binnen het onderwijssysteem, gezondheidszorg, het politieke systeem, dat die niet geopend worden voor mensen met een biculturele achtergrond. He, dat is gewoon ook vanuit een economische logica niet meer vol te houden. Dus dat is gewoon een proces wat gewoon voortgaat. Ik heb zelf ook wel momenten gehad waarbij ik bewust dingen niet heb gedaan. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld dwars van politieke functies. Dus ook al word je daarvoor, is de omgekeerde situatie, ook al word je gevraagd om op die ladder te klimmen. Ik weet dat dat inderdaad een context is waarin je moet fitten in dat plaatje. En dat betekent dat ik te veel van mezelf ga kwijtraken. Dus doe je het gewoon niet. Dus daarin zit ook een soort van selectieve approach, zeg maar. Ja, die gaat altijd weer terug ook naar die zelffictie. Hè? Kijk, en ik merk zelf ook wel dat de omgeving ruikt ook een sterke zelfefficacie. Dus in de omgeving zie je ook wel mensen die uiteindelijk vriend en vijand zullen uiteindelijk wel ook respect hebben op het moment dat je gewoon professioneel echt je best doet.
En ook misschien dat extraatje kan geven op dat vlak. En wat ik heel interessant vind op dat gebied van self-efficacy is, onderdeel daarvan is dus mastery experiences hebben. Dus ervaringen hebben waarbij je het gevoel hebt dat je wat je aan het doen bent meestert. Het is ook een kwestie van jezelf plaatsen in posities waar je tot die ervaringen precies komt. En ik heb dezelfde ervaring gehad, niet om op te scheppen wat dan ook, maar bij ISA. Ik begon als IT'er en Zoeber is mijn getuige. Ik miste kapot veel deadlines. Maar ik was IT'er, ik had niet heel veel verantwoordelijkheden, maar ik miste heel veel deadlines. En ik heb een opleiding informatiekunde gedaan, dus ik dacht, oh, het sluit mooi aan. Ik kan een beetje de kat uit de boom kijken in het begin bij ISA. En op een gegeven moment komt dan die rol als voorzitter en daar stap je dan in. En toen pas merkte ik dat ik daar, heb je veel meer verantwoordelijkheden, maar veel minder de deadlines aan het missen was dan ik voorheen deed. Dus ik merkte eigenlijk, ik werd in een positie gezet waarin ik kon bloeien, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik merkte van, oké, hier begon ik, daar begon ik echt die self-efficacy ervaringen te ervaren. En dat leerde mijn hele wijze les, dat je jezelf moet kennen en daarna jezelf moet plaatsen in situaties waarbij je weet, oké, hier kan ik schitteren. Ja. En dat heb jij binnen de sociologie prima gedaan. Jij zag als student van, oké, dit is mijn domein. Hier ben ik in aan het bloeien. Hier ben ik in aan het excelleren. Dus dit is ook het domein wat ik ga verkennen. Ja, dat brengt ons eigenlijk terug ook naar zijn vraag over kansengelijkheid. Hè? Dus kansengelijkheid gaat niet alleen over kansen krijgen, maar misschien veel meer over kansen pakken. Hè? En daar zit zeg maar een heel belangrijk vraagstuk. Kijk, het kansengelijkheid puur sang bestaat niet. Want de kinderen van de upper middelklasse in iedere samenleving krijgen allerlei ongeschreven sociale codes mee. Sociologen noemen dat cultureel kapitaal. En het lastige daarvan is dat zijn verborgen codes. En als je tot die kringen behoort buiten de school, leer je die codes herkennen. Je leert het op de juiste momenten hebben over geld en op andere momenten zwijgen over geld. Je leert een specifieke humor, in specifieke settings. Je leert hoe je presentaties moet geven. Je leert om op het moment dat iemand binnenkomt in een vergadering en veel te laat is, te zeggen, we hebben je gemist. Fijn dat je er bent. In plaats van je bent te laat. Hè? Dus het zit in heel veel subtiele sociale codes. En dat betekent dat je vanaf de dag dat je geboren wordt, in die setting, eigenlijk loopt de teller op. En op het moment dat je niet in die setting bent geboren, dan moet je via allerlei routes, dan loop je achter. Zeg maar, ja, je loopt eigenlijk dat achter gebied, op dat specifieke gebied. Ja. Dus kansengelijkheid als een soort van objectief iets, dat er bestaat niet. Wat er wel aan de hand is, is dat die, en dat is eigenlijk ook de boodschap die we in Switch en Klimmen vooral proberen mee te geven. Je kunt op twee manieren erin staan. Je kunt zeggen, hey, ik heb dus een achterstand opgebouwd. Je kunt ook zeggen, het feit dat ik door dat switchen voortdurend in die verschillende leefwerelden, met die botsingen en die wrijvingen en die onzekerheden en die zoektochten naar mijn eigen identiteit, daar heb ik heel veel ander soort cultureel kapitaal opgebouwd. Ik kan bijvoorbeeld beter omgaan met sociale pijn. Een van de uitdagingen in professionele settings is om kunnen gaan met sociale pijn. Het is minder lief dan de schoolcultuur. Overal, en dus vooral in de corporate wereld en de zorg overal. Nou, dat heb je toch meegekregen. Je kunt beter omgaan met ontberingen. Je kunt beter ontberingen, moeilijkheden, beproevingen. Het lukt even niet. Meer weerskracht. Precies, doorgaan. Ja. Maar ook dus het idee van dat je door blijft gaan, ondanks het feit dat niet heel de wereld op je staat te wachten. Dat is een heel belangrijk. Nou, dus eigenlijk een reality check is dat. Hè? Eigenlijk wel. Ja. En wij zien ook, ik zie dat ook bij onze studenten die zeg maar op de Erasmus Universiteit het eerste jaar binnenkomen. Zo'n geplaveide route van het VWO of het gymnasium hebben doorstaan. Via een sterke cultureel kapitaalkrachtige omgeving. Dan komen ze terecht in zo'n academische setting met 20.000 studenten. You're on your own. Op weg naar toetsen. Nou, en dan zie je dat op dat soort momenten om kunnen gaan met falen voor dat soort studenten een echt ingewikkelde uitdaging is. En ik zie dan ook dat parallel aan hen die jongeren uit de grootstedelijke volkswijken dat prima kunnen. Ja. Nou, waar ik nog even benieuwd naar ben, we zijn natuurlijk een studentenvereniging, erkend aan de HVA en de VU, universiteit en het HBO. Maar we hebben natuurlijk, onze achterban is veel breder. Dus ook degene die naar deze podcast luistert, die zijn veel breder dan dat. Er zullen ook leerlingen tussen zitten die op het MBO studeren, HBO en noem maar op. Jij hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar
ja, vanuit die transformatieve school naar switchen en klimmen binnen verschillende contexten. Ja. Ik wil nog met jou wat dieper ingaan op eigenlijk de verschillen in de contexten op het MBO, op het HBO en op de universiteit. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste bevindingen als je die, als je het over deze categorieën bekijkt? Nou, kijk, je ziet bij een MBO-settings, afhankelijk van locatie en niveau en dergelijke meer, zie je dat professionals echt een grote uitdaging hebben, alleen al op het vlak van, kunnen we die studenten laten switchen naar een schoolladder? Dus kunnen we ervoor zorgen dat een les gewoon op tijd start? Ja. Kunnen we een soort van normale lessensituatie creëren? En soms is dat echt op dat niveau. En op andere momenten gaat het eigenlijk veel beter. Maar bij mbo-leerlingen is er een onderliggende uitdaging om eigenlijk te vechten tegen het maatschappelijk stigma wat op hen rust. En dat is het idee dat het laagste niveau voorstellen. Dat is natuurlijk eigenlijk onzinnig, omdat je 50-60%, de meerderheid van de studenten in onze samenleving, gaat naar het mbo. Ja. En het hele MKB leeft daarop. Dus op het moment dat wij morgen geen sociologen meer hebben in onze samenleving, dan gaat die samenleving prima verder en door. Dat ligt echt anders voor verplegers. En dat is dus een soort van strijd, een oneerlijke strijd die zij lijken te voeren. Omdat ze voortdurend moeten herbevestigen hoe belangrijk ze zijn in de samenleving, terwijl ze ontzettend belangrijk zijn. Ja, terwijl ze al de meerderheid zijn in de samenleving. Ja. Je ziet natuurlijk dat HBO'ers en WO'ers hebben die uitdaging niet op die manier. Dus daar, de samenleving, dat is een ander maatschappelijk imago en stigma. Wat de uitdaging daar waar mbo-instellingen volgens veel meer ruimte geven aan identiteitsontwikkeling van studenten. Ze geven ze veel meer ruimte om daarover na te denken. Ruimte in de zin van dat het bespreekbaar is in de lessen? Of ja, en je hoeft niet perfect te zijn. Je krijgt een 17e kans als het nodig is. Hè, dat soort ideeën. Dan zie je toch dat de academische cultuur is strenger en strikter. En straft meer af. En geeft ook eerder aan van ja, als je het niet redt, dan hoor je er blijkbaar niet bij. Dus daar zit een. Dus je zou kunnen zeggen dat de grootste uitdaging voor mbo-leerlingen is vechten tegen dat maatschappelijke stigma of imago. Tegelijkertijd is er meer inclusie. Het is inclusiever. En in WO-contexten ligt dat precies omgekeerd. Dus een academisch student hoeft niet te vechten tegen een maatschappelijk stigma. Maar wordt veel meer op de proef gesteld om voortdurend dat switchen naar een andere realiteit. Vooral als je de eerste bent in de familie, hè? Ook nog, die dat voor elkaar moet krijgen. Dat is een knappe uitdaging. Ja. Ja, waar ik nog even benieuwd naar ben, is je hebt natuurlijk heel veel dingen gedaan in de loop van je carrière. Maar waar heb je zelf het meest uit geleerd? Waar hebben de grootste leercurve uit kunnen halen? Ja, kijk, ik heb de grootste leercurve in het verleden zat hem eigenlijk in hoe ga ik al die wetenschappelijke concepten terugbrengen en dan sta ik voor 30, 40, 50, 60 docenten. En hoe kan ik zo'n docententeam naar de volgende level brengen? Dus samen met hen die volgende level bereiken. Nou, dat doe ik sinds 2007, maar dan vooral 2019 is dat intensiever geweest. Nou, dus een aantal jaar geleden. Hè, dus daar geniet ik nu heel erg veel van. Maar ik heb vorig jaar ook op een gegeven moment aangevoerd van ja, het is toch wel goed om een stap te zetten richting de onderwijsraad. En ik zit daar sinds januari in. Kun je daar wat meer over vertellen, de onderwijsraad? Ja, onderwijsraad is kijk, in Nederland heb je allemaal raden. Alle raden die vertegenwoordigen een belang, behalve de onderwijsraad. De onderwijsraad, zeg maar, bestaat uit 10 leden die daarin benoemd worden. En onafhankelijk zijn ze ook. En zij hebben als raad het hoogste adviesorgaan wat direct de regering, in dit geval vooral minister van Onderwijs, ministers van Onderwijs, Tweede Kamer, adviseren. Over allerlei vraagstukken rondom onderwijs. En jij bent een van de 10 raadsleden op dit moment. En hoe lang zit je in de onderwijsraad? Het is een vierjarig traject. Okay. Benoeming, zeg maar. En na 4 jaar dan wisselt zich dat. Dus en je kunt wel aanblijven voor nog een periode en nog een periode. Maximaal 12 jaar. En hoe ben je erin gekomen dan? In zo'n Kijk, je wordt meestal gevraagd, want als zo'n benoemingsprocedure gaat plaatsvinden, een sollicitatieprocedure, dan word je of gevraagd te solliciteren en anderen worden niet gevraagd, zeg maar. Nou, er gaan heel veel mensen solliciteren en uiteindelijk maken ze daar een keuze en er blijven 10 mensen over. En
Die systematiek van de onderwijsraad bevalt me heel erg. En het is, ik zit er zeg maar gemiddeld gezien om de 2 weken op de vrijdag. En dan komen we 3-4 uur bij elkaar. En er zit ook een onderwijsjurist in, een onderwijspsycholoog. Allerlei disciplines. Kijk, en wat, het is ook een training in intellectuele nederigheid, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Kijk, je hebt 10 jaar lang ervaren dat je uitgenodigd wordt op congressen waarin anderen komen om die kennis van jou op te halen. Even zo te zeggen, want je bent een van de sprekers. Ja. Nou, en dat, het gevaar, dat is prachtig, maar het gevaar daarvan is dat je op een gegeven moment in een comfortzone komt. Waarbij je eigenlijk op een bepaald thema je steeds verder ontwikkelt. Maar het is op dat thema. Ja. En wat in de onderwijsraad gebeurt, is dat je allerlei grote thema's zoals passend onderwijs, vrijheid van onderwijs, allerlei thema's waar je in niet zeg maar, gespecialiseerd bent, aan tafel direct gechallenged wordt door ontzettend sterke denkers ter plekke. En het is ook niet een cultuur van nou laten we heel erg lief doen voor elkaar of zo. Het gaat echt om gewoon om de inhoudelijke argumentatie. Ja. Het is echt op een goed en hoog niveau. Het is het hoogste niveau wat ik tot nu toe zelf heb ervaren. Als het gaat om debatten, gespreksvoering over onderwijs. En we hebben ook een staf. Die bestaat uit gepromoveerde onderzoekers. Dus die bereiden zeg maar ook die vergaderingen voor. Ja. En heb je documenten van weet je wel, 80, 90 pagina's op een specifiek thema. En dan nog weer veel meer pagina's. Met allemaal onderzoeksresultaten. En dat lees je dan zeg maar in. En het is, je wordt eigenlijk geacht om dat zeg maar tussen die 2 weken. Hè, dus in die 2 weken eigenlijk dat voor elkaar te krijgen. En ik heb nog geen enkele vergadering meegemaakt. Waarin ik het gevoel niet had volop te leren. En dat zit me soms in kleine dingen, in technische discussies. Maar wat de onderwijsraad ook doet, is dat stuk. De onderwijsraad bestaat 100 jaar. Mm-hmm. Dus er is ook een enorm geheugen. Het wordt ook gezien als het geheugen en het geweten van het Nederlands onderwijsveld. Het is geweten in die zin dat het de enige orgaan is dat niet belanghebbend is. De 10 mensen zijn onafhankelijk. En ze vertegenwoordigen ook geen politieke kleur of wat dan ook. Mag dat ook niet? Ja, het mag niet. Kijk, mensen zijn natuurlijk. Ik ben geen lid van geen enkele politieke partij. Ikzelf, dat ben ik nooit geweest. Dat wil ik ook nooit worden. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel hebben. Ja. Dat is ook prima. Maar waar het om gaat is dat in de gespreksvoering binnen de onderwijsraad is zeg maar is er sprake van de machtsvrije dialoog. Dus het inhoudelijke argument is uiteindelijk leidend met een EI. En het betekent ook gewoon heel erg concreet dat je er gewoon niet komt met ongenuanceerde stellingnamen. Nee. Omdat je gewoon je kan niet met onzin aankomen. Nee, want je wordt direct op je plek gezet. Gewoon. En ik zou je eerlijk zeggen, in de eerste weken zat ik aan tafel en heb ik heel vaak gewoon gedaan alsof ik begreep waar het we hebben daar onderwijsjuristen en andere. Ja, ik heb in het verleden heb ik allemaal dingen gedacht over allerlei thema's. Die vanaf gestapt. Perspectief van nu. Godzijdank is dat nooit opgenomen of gefilmd, zeg maar, die uitspraken. Ja. Maar dat is dat. Maar je gaat daar dus bijvoorbeeld iets op tafel gooien waar. Wat je dacht, bijvoorbeeld zeg je van ja, maar dit en dit is ook zo. En dan word je meteen daarop getackled. Ja. Moet ik het zo voor me zeggen? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld op het kansengelijkheidsdebat, daar zit ik heel goed in. Dus daar zie je ook dat de 10 mensen weten van elkaar ook waar ze goed in zitten. Ja. Dus als het op kansengelijkheid aangaat, dan zullen collega-raadsleden ook gewoon eerder naar jou kijken om te vragen van klopt dat? Is er een bepaald perspectief? Missen we iets? Maar als je het bijvoorbeeld hebt over passend onderwijs, waar bijvoorbeeld ook een hele sterke diagnostische route in zit. Hè? Van, welke aandoening moet een kind hebben om niet meer in een generieke, reguliere klas te kunnen zitten? Nou, dat is heel erg een diagnostische. Meer geneeskundig. Geneeskundig, psychiatrisch. Als we richting de afsluiting gaan. Ja. We willen altijd afsluiten met toch wat advies van jou naar een scholier of een student die nu aan het luisteren is. Welk advies zou jij geven aan een scholier of student die misschien nu moeite heeft met het switchen en het daarmee omgaan? En misschien moeite heeft met van alles en nog wat. Wat is jouw advies naar deze student toe? Ik zou bijna willen zeggen, het allerergste in het leven is verspild talent. Die quote komt bekend voor. Dat is die zou ik eigenlijk willen terugbrengen. En dat gaat eigenlijk terug naar het volgende. Ik merk dat veel jongeren het moeilijk vinden om een onderscheid te maken tussen slachtoffer zijn van omstandigheden en jezelf slachtoffer voelen. En er zijn heel veel mensen die slachtoffer zijn, maar zich niet altijd slachtoffer voelen. Komen terug bij die self-efficacy. Hè? Hoe moeilijk dat ook is, aan het eind van de dag heb je niet de sleutels tot de harten van andere mensen.
Dus daar ga je niet over. Het enige wat je binnen je eigen bereik hebt, is je eigen cirkel van invloed. En dat is je eigen mindset. Dat is heel lastig. Maar uiteindelijk is er wel een soort van vaststelling en constatering van de bal ligt bij jou. Jij bent aan zet. En doe je best, doe meer dan je best. En verspil talent, dat is het ergste wat er is. Nee, dank voor het enorm mooie gesprek. Graag gedaan. Wat mij betreft niet een interview. En ik denk zelf dat als we het hebben over werken aan die mindset, ja, dan heb je natuurlijk ook een infrastructuur nodig. En volgens mij zijn jullie dat heel erg aan het doen met deze podcastserie. Waarbij jullie eigenlijk erin slagen het normale op tafel te brengen. Dus niet per se spectaculaire dingen, maar ja, eigenlijk de doodnormale professional of student, zeg maar, tonen, daar in gesprek mee te gaan. En volgens mij is dat het mooiste wat je kunt doen. Dankjewel. Dus ga ermee door. Gaan we zeker doen, inshallah. Gaan we met deze woorden afsluiten. Bedankt voor het kijken en luisteren. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, jongens.